Welkom. Vandaag doen we het voor de afwisseling anders. Ik sta hier achter de tussenwoning, uitgebouwd aan de Banjoestraat nummer 9. En een van de belangrijke voordelen ziet u hier op de achtergrond. Het speelveld wat beschut gelegen is tussen de huizenblokken en het speeltuintje achter mij. Hier komen we door de poort, overdekt. En de veranda die aan de berging gebouwd is. Deze woning staat overigens al op internet, op Funda en op onze eigen website van de Loonmakelaardij. Vandaar dat ik er even snel doorheen loop om u toch in ieder geval een preview te geven. Alle houten kozijnen en houtmateriaal zijn vervangen door kunststof en alle beglazing is geïsoleerd. Daar zit er nog een speelkamer op de achtergrond en de tuindeuren staan uitnodigend open, dus laten we maar binnenlopen. Kijk, daar ziet u de speelkamer op de achtergrond, een lichtstraat hierboven, de keuken nog op de originele plek, maar wel vernieuwd en behoorlijk ruim. Stukwerk is vernieuwd, strak plafond, nieuwe tussendeuren zijn erin gekomen met een profieltje erop, nieuwe tegelvloer in de hal, ook spachtelpoets, toiletruimte is vernieuwd. En om daarvan een indruk te geven, neem ik u mee naar de badkamer op de eerste verdieping. Daar is dezelfde tegel gebruikt. Kijk. Ruime inloopdouche, wastafels op de achtergrond, 2 en een royaal lichtbad. Het plafond is verlaagd en er zijn spotjes in aangebracht. Hier sta ik centraal op de overloop. Moderne laminaatvloer op de gehele eerste verdieping. Oude slaapkamer achter en achter mij 2 kinderslaapkamers aan de voorzijde. Achter deze deur is de trapopgang naar de tweede verdieping, waar ook nog een slaapkamer gecreëerd is en waar de ketel hangt. En hier de voormalige badkamer. Die veranderd is in een toiletruimte met een wastafelmeubel. De eerste mensen komen zo meteen al kijken, omdat die al op internet staat. Dus wees er snel bij. Het is instapklaar. Kan zomaar weg zijn. Maar ik leid u graag rond. Bent van harte welkom. Morgen een preview van een mooie 2-in-1 kapper in Uden. Tot ziens!